In de tweede klasse heeft Antwerp gisteravond indruk gemaakt. Rechtstreekse concurrent RWDM Brussels werd met 4-1 terug richting hoofdstad gestuurd. Dat zal geen fijne terugrit geweest zijn. Vlotte zegen en een prima start van de tweede periode voor de Great Old. Today you can just see that, you know, when we do play well and when we do put the pressure on, you know, we're capable of scoring a lot more goals. You know, we have a lot of potential in our team, you know, but we're still gelling, we're still getting to know each other more and hopefully in the coming weeks, you know, we can continue to score more goals. Met een 4-1 overwinning waren er gisteren niets dan lachende gezichten na de wedstrijd. Niet enkel door de overwinning, maar vooral door het geleverde spel. En dat aanvallende spel begint vanaf de eerste minuut en wordt al beloond in de zesde. Na een fout op Tano is het Bostock die mag aanleggen en de 1-0 mooi binnentrapt. I'm happy to get a free kick, you know. I've been getting a little bit of criticism because I hit the bar, hit the post a couple of weeks ago. So it's always nice to score the first goal. Antwerp blijft druk zetten op de bezoekers. Nog in het openingskwartier krijgt de thuisploeg kansen om verder uit te lopen. Eerst kan niemand de vertrap van Bostock raken. En iets later opnieuw de Brit die druk zet. Nu is het Calabro die verzuimt om het af te maken. RWDM Brussels is duidelijk onder de indruk en het is Camara die in de fout gaat. Twee voeten vooruit en scheidsrechter Sanders twijfelt niet. Meteen rolt een einde wedstrijd. Antwerp haalt even de voet van het gaspedaal tot Calabro zich in de 35e minuut nog eens doorzet. Tano is goed gevolgd en schiet de 2-0 makkelijk in doel. De tweede helft begint met opnieuw een aanvallend Antwerp, maar het is RWDM weer op zijn gier. Hij omzeilt de doelman en de 2-1 staat op het bord. Ik hou liever de nul, dat is professioneler. We geven toch een kans weg. En het is bij 2-1 en dan is het toch nog gevaarlijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, nadat hun 2-1 scoren, hebben we het weer opgepakt, kansen gecreëerd. Het zijn niet alleen kansen dat de thuisploeg creëert. Een hoekschop van de net ingevallen Oyo. De bal raakt niet weg en het is Niri Sarike die hard in doel schiet, 3-1. En Antwerp kan nog eens een wedstrijd rustig uitspelen. Ja, dat klopt. We hebben veel wedstrijden moeilijk gehad tot de laatste minuten. Komt ook omdat de tegenstander weinig ruimte weggeeft, veel achterover leunt. En nu heb je gewoon een stuk meer ruimte en dan zie je dat we gewoon goed kunnen voetballen. Maar de doelman staat alert te keepen en komt goed uit. En dan brengt Hasselbank Fauché in het spel. 3 minuten staat de Fransman op het veld en hij doet dit. 4-1 en de wedstrijd is gespeeld. Een makkelijke overwinning en een goed begin van de tweede periode. Tuurlijk is het een perfect begin, maar wij moeten gewoon concentreren op ons. En dan komt het wel in orde. Antwerp stijgt naar de vierde plaats in de stand op 4 punten van de nieuwe leider, Moeskroen-Peruwe.